dinsdag 13 juli. Dit is het TV Gelderland Nieuws. Meer dan een miljoen euro schade als gevolg van het noodweer bij de Zwarte Cross. Station Arnhem is een maand lang vrijwel onbereikbaar per trein. Laat de limonade nu maar knallen. 4000 wandelaars starten vandaag bij de 57ste Vierdaagse van Apeldoorn. Goedenavond. De schade door het extreme noodweer van gisteren loopt in de miljoenen. Dat zeggen verzekeraars die vandaag op veel plekken in Gelderland de schade hebben opgenomen. Vooral de Achterhoek werd zwaar getroffen. Daar waaiden bomen om en vlogen pannen van het dak. Op het festivalterrein van de Zwarte Cross bij Lichtenvoorde schatten ze de schade op meer dan 1 miljoen. Medewerkers van de Zwarte Cross zijn alweer sinds vanochtend vroeg aan het werk. Met man en macht proberen ze alle tenten en podia weer op te bouwen. Gisteren zag het er namelijk zo uit, nadat een extreme windhoos het terrein verwoestte. De impact was groot. Na de ramp hebben de mannen dan ook niet lang meer gewerkt. Er was regen voorspeld om 7:30. Die regen kwam niet, maar we zijn toch maar gestapt. En we hebben maar een biertje gedronken, omdat we nog in leven waren. En vanochtend om 5:00 zijn ze weer vol aan de slag gegaan hier. De schade aan het festivalterrein bedraagt ruim 1 miljoen euro. Iets verderop in Winterswijk is de familie Ten Pas druk met het opruimen van de rommel in hun bloemenwinkel. Een groot aantal dakpannen van naastgelegen huizen vlogen gisteren dwars door de voorpui van de winkel. De schade loopt in de duizenden euro's. Ik heb dus vanmorgen hier achter in de zaak ook allemaal nog stukken van dakpannen gevonden. Wat we dus gisteren niet gezien hadden. Nou ja, alle snijbloemen zitten allemaal glas in, dus die kun je allemaal weggooien. Kamerplanten zitten een heleboel gaten in van glas en dergelijke. Dus ja, er blijft niet zo heel erg veel van de inventaris over, moet ik heel eerlijk zeggen. In het dorp Vragender zijn ze druk bezig om de wegen bij de kerk weer vrij te maken. De chaos was gisteren niet te overzien. De windhoos brak daar een stuk van de kerktoren af en verwoestte ook deze loods die vol lag met veevoer. De eigenaar heeft vandaag de verzekering al op bezoek. Nou, het is, hij is door de loods, dus hij moet gesloopt worden, geruimd worden en een nieuw opbouwen. Het gaat wel over tonnen schade, denk ik, hè? Daar reken maar op. Het KNMI waarschuwt dat er morgen weer kans is op noodweer. De mensen van de Zwarte Cross kijken daarom goed uit en werken hard door om alles vast te zetten. Daarbij krijgen ze ook genoeg hulp uit de omgeving. Mensen hier uit de buurt, vrienden, familie, allemaal Achterhoekers, wildvreemden, die zeiden van, oh jongens, wat een pech, hey, kan ik helpen of ik kom helpen? Dat was echt hartverwarmend. Kun je melden in de pesttent? Een 36-jarige vrouw uit Beuningen is gisteravond in Nijmegen verkracht. Dat gebeurde bij de Industrieweg, vlakbij de sluis in Weurt. De vrouw werd gevolgd door een onbekende man die haar vervolgens het taluut afsleurde. Na de verkrachting vluchtte de dader in een blauwe Volkswagen Golf die door een andere man werd bestuurd. De politie zoekt getuigen. Station Arnhem is vanaf eind juli een maand lang onbereikbaar per trein. Er worden onder meer sporen vervangen en er komt een nieuwe perronoverkapping. Voor reizigers betekent het omrijden via andere stations of met de bus. Dit is het beeld vanaf 25 juli op het station Arnhem. Lege perrons, geen treinen, geen reizigers, maar wel veel bouwvakkers die hard aan het werk zijn. En door die werkzaamheden is er geen treinverkeer op drie trajecten. De aangepaste dienstregeling gaat dus in over een paar weken. Het gaat om drie trajecten, vanuit Nijmegen, vanuit Tiel en vanuit Utrecht. Dus Ede-Wageningen rijden bussen naar Arnhem voor mensen die naar Utrecht willen of andersom. Reist u vanuit Tiel, dan worden er bussen ingezet vanaf Zetten-Andos. En als je naar Tiel wil, ook daar dus overstappen. En vanuit Nijmegen moet u de bus nemen vanaf Arnhem-Zuid. De bussen rijden dan naar het Centraal Station in Arnhem. Voor de treinreiziger heeft dat nogal wat gevolgen. Over het algemeen is het wel zo, als dit soort dingen bij de NS zijn, dat ze wel de bussen goed geregeld hebben. Ja, daar baal ik echt ontzettend van. Ja, dat gaat gewoon nog veel meer tijd kosten dan normaal. Dus daar zit ik echt niet op te wachten. Maar goed, hey, succes. Maar de NS gaat toch proberen iedereen in deze periode het naar de zin te maken. Maar wat we eigenlijk de meeste mensen adviseren is om om te reizen en van tevoren op onze reisplanner te kijken. En wat misschien leuk is, we gaan ook nog bij warm weer ijs uitdelen op verschillende momenten. En bij koud weer koffie. En wat gaat er precies gebeuren? Op perron 1 komt een glazen kap. Voorproef je hoe alle perrons er over ruim 2 jaar uitzien. Dan komt er een extra perron bij en er komt een nieuwe 80 meter lange brug in de Bovenbrugstraat.
Verder worden oude rails vervangen door nieuwe. En er komt een 700 meter lange onderdoorgang waarvan een gedeelte wordt overdekt. En door heel hard te werken moet dit allemaal in 4 weken klaar zijn. En dan werken we 24 uur per dag. En door die werkzaamheden samen te vatten kunnen we de bouwtijd met 1 jaar verkorten. Volgende week zondag, dan beginnen de werkzaamheden. Transportbedrijf Van Ietersson in Meteren moet sluiten. Dat heeft de gemeente Geldermalsen besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast en het niet respecteren van de zondagsrust. De gemeente en het bedrijf liggen al jaren met elkaar in de clinch. Van Ietersson Transport zit al tientallen jaren op een locatie midden in het dorp. De gemeente vindt dat het bedrijf daar weg moet. Het bedrijf moet sluiten omdat hij geen vergunning heeft. De milieuvergunning ontbreekt. En het is niet wenselijk om een bedrijf te hebben op die plek zonder vergunning. Dus dat willen we niet in stand houden. Veel omwonenden zijn de overlast van het bedrijf meer dan zat. Met name licht- en geluidshinder en het werk op zondag is de mensen een doorn in het oog. Het meest stoor ik me aan bijvoorbeeld nu met het warme weer de koelmotoren continu blijven draaien. 'S Avonds, je kunt je ramen eigenlijk niet 's nachts openzetten, je slaapkamerramen niet. Dagelijks auto's vertrekken en weer terugkomen. En dat is bij zonnerust vinden dat niet zo leuk. Volgens het bedrijf moeten ze ook op zondag werken omdat ze verse producten vervoeren. Van Ietersson is het niet met de sluiting eens en draait voorlopig gewoon door. Het bedrijf vecht de beslissing aan bij de Raad van State. 4 dagen lang lopen ze door de Veluwse bossen. Zo'n 4000 wandelaars die vanmorgen van start gingen bij de Vierdaagse van Apeldoorn. Het is alweer de 57e editie van het wandelevenement. Al ver voor 6:30 staan de fanatiekelingen al te trappelen voor de start. Ze willen graag beginnen, maar ze moeten wachten. 6:30. En geen seconde eerder. En dan om 6:30, dan gaan ze van start. De tocht gaat vandaag richting Beekbergen en Loenen. De echte diehards lopen 50 kilometer. Ik heb wel iets geoefend. Maar eigenlijk vrijwel weinig. Het is een soort verslaving. Minder dan die 50 kilometer, dat kan natuurlijk ook. De meeste mensen gaan voor de 30. Al is dat soms ook afzien. Ik ben wel versleten. Altijd weer naar elke dag wandelen. Voor veel wandelaars is de Apeldoornse Vierdaagse niet genoeg. Het is voor ervaren lopers de opmaat naar die van Nijmegen. De grote broer, zeg maar. Maar welke Vierdaagse is favoriet? Dan vind ik Apeldoorn mooier, ja. Maar Apeldoorn is zwaarder dan Nijmegen. Ja? Moeilijker lopen, ja, ja, ja. Apeldoorn is mooier. Dat zeggen bijna alle wandelaars. Ja, de natuur hier, hij is zo ontzettend mooi. Nou, je loopt lekker door de bos heen en ja, af en toe op de weg. Rust straalt uit in Nijmegen niet. En zegt nu zelf, dit is ook prachtig wandelen over de bospaadjes. Geen brede asfaltwegen, maar echt struinen door het bos. Je wordt er bijna lyrisch van. Maar Nijmegen is helemaal supergezellig. Inderdaad, het is wat stiller tijdens de Apeldoornse Vierdaagse. Er staan bijna geen mensen langs de kant. En er zijn ook geen grote groepen zingende mensen. Hoewel... Hallo! Laat de limonade nu maar knallen. Een ontvangst bij de koningin, lintjes voor de bondscoach en de aanvoerder en een rondvaart in Amsterdam. Ook Gelderlanders trokken vandaag massaal naar de huldiging van Oranje. Dat zometeen. De pendelbus tussen stadion Gelredome en de Arnhemse binnenstad wordt geschrapt. De gratis pendeldienst is 3 jaar geleden opgezet om het parkeren bij het Transferium aantrekkelijker te maken. Maar de gemeente Arnhem moest per automobilist een tientje toeleggen. Het Transferium wordt nu een gratis parkeerterrein. De MKZ-test, die in 2001 is uitgevoerd in Kootwijkerbroek, is niet vermengd met materiaal van een ander bedrijf. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Veel inwoners menen dat er nooit mond- en klauwzeer is geweest in het dorp en dat het vee dus voor niets is geruimd. Een stichting die daar onderzoek naar deed stelde dat de test was vervuild. Het is millimeterwerk om de nieuwe kap op de Sint-Anna-molen in Nijmegen te plaatsen. De molen is grondig gerestaureerd. Nu moeten alleen de wieken er nog op. De plaatsing van de kap trok al veel kijkers naar de molen aan de Hatertseweg. Volgens de eigenaar heeft de restauratie €250.000 gekost. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiën van de Nijmeegse voetbalclub NEC. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. NEC heeft het net als veel andere voetbalclubs in Nederland al langer financieel moeilijk. Een chaos vanmorgen op een rotonde in Lochem. Een vrachtwagen kantelde en verloor 12 kuub zand.
Twee inzittenden raakten bekneld. Het duurde uren voordat de weg weer begaanbaar was. Jongeren die alcohol willen kopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse kunnen dat alleen als ze een polsbandje dragen. Het horecapersoneel kan dan zien of ze 16 jaar of ouder zijn. De polsbandjes zijn verkrijgbaar bij EHBO-posten in de binnenstad. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. Het Museumplein in Amsterdam. Uit Culemborg, Nijmegen, Apeldoorn, Zutphen en nog veel meer plaatsen stonden ze daar vandaag. Gelderse Oranjefans. Velen van hen vertrokken vanochtend al vroeg voor de huldiging van het Nederlands voetbalelftal. Complete gekte vandaag op het Museumplein als Oranje gehuldigd wordt. Wie wil daar, ondanks waarschuwingen, nou niet bij zijn? Vanochtend vroeg vertrokken van diverse Gelderse stations duizenden en duizenden Oranjefans richting de hoofdstad voor een Oranjefeestje. Ik zie Museumplein, maar ik denk, het is nu bijna 10 uur. En dat is al zo druk wat we horen op de radio en zo, dat daar zullen we wel niet meer bij kunnen komen. Maar gedronken zal er zeker worden, geloof ik, hè? Ja, altijd een meter pils, hè? Ik kan je ook zien, hè? Ik keek naar je bierbuikje inderdaad, hè? Nederland, oh Nederland. Ah, jij bent mijn kampioen. Ze zijn toch nummer 2? Ja, voor mij waren ze wel het kampioen. Ik heb het idee dat het hier is. Ja, ja. En heren, hebben jullie een plekje gevonden? Nou, nog niet helemaal. We zijn aan het zoeken. We volgen gewoon het oranje en dan komen we er vanzelf. Toch? Zo alleen als de twee Arnhemmers vanochtend langs de gracht stonden, zo druk is het vanmiddag. Spelers genieten zichtbaar van de huldiging. Het is druk. Erg druk. Als je dit zo ziet, deze afsluiter, dit had ik echt nooit durven dromen. Het was een ongelofelijke tippel voor de meesten om hier te komen. Maar blij zijn ze dat ze gegaan zijn. Ik kom uit Wamel. Wij komen uit Bammel. Het Vorden. Barneveld. Wij komen uit Barneveld. Ja. We zijn nu al 3 uur of zo. En ja, het is super. Jullie vieren het verlies? Los. Het is geen verlies. Nee. Wat is het dan? Het is een tweede plek. En dat noem ik geen verlies. Verlies is aan naar beneden. Tweede is boven. Ja, feest in Amsterdam en volgende week in Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse begint natuurlijk pas volgende week dinsdag. Maar bij de Vierdaagse camping staat al dagenlang een file van caravans en campers. Meer dan 1 kilometer aan campinggasten hoopt op een mooi plekje. En dat is wachten, wachten en nog eens wachten. En het haantje de voorste komt dit jaar uit het Brabantse Elsendorp. Wij waren hier zaterdagmiddag om 2:30 al. Wat bezielt u? Ja, we wouden gewoon weer hetzelfde plekje als vorig jaar en het jaar ervoor. En we zijn gewoon met een hele groep, dus het is heel gezellig gewoon. Ja, dat je dat plekje weer hebt en dan zul je vroeg moeten komen. En die gezelligheid is wat de meeste mensen naar de geïmproviseerde camping doet komen. Want 10 dagen lang worden de voetbalvelden van voetbalvereniging SV Hatert omgetoverd tot een bomvolle camping voor zo'n 3500 man. En dat is... Heel gezellig. Gezellig hier. Gezellig. Die hebben gisteren bij ons vanmiddag gegessen, heute essen wir da. Dat is alles een club, een verein. We treffen ons schon. Wie lange geht das hier? Seit 12 jaren schon. Het is gewoon een feestje voor ons. En ze zullen ook nog wel even moeten blijven wachten, want de camping gaat pas morgen in alle vroegte open. 6 uur gaan de poorten open en het hoofdvoetbalveld waar we nu staan zal helemaal bezaaid zijn met caravans, vouwwagens en tenten. Het zal een heel ander gezicht zijn. Wij slapen vannacht dus niet. We gaan de hele avond spelletjes doen en morgen we moeten even lekker naar de kantine. Gaan we daar even feesten en dan komen we weer terug en ze blijven de nacht gewoon lekker wakker. Want het is wie het eerst komt het eerst maalt op de Vierdaagse camping. Er kan niet worden gereserveerd. Dus of er nog een plekje is voor de hekkensluiters... Ja hoor, ik heb alle vertrouwen erin. En dan tot slot nog het weer.
De opruimwerkzaamheden van de ravage die achterbleef na het noodweer van gisteren gingen hier vandaag in de Achterhoek ook gewoon door. Dikke bomen knakten om als luciferpinnetjes. Maar let op, morgen kan die situatie plaatselijk weer voordoen. Want het wordt opnieuw tropisch warm, met in de loop van de middag weer stevige regen- en onweersbuien met zware windvlagen. Dus zet de auto maar op een veilige plek neer. Ja, en deze boer zal wel gedacht hebben. Ja, en als het dan een keertje regent, dan gelijk ook weer zo hard. In korte tijd valt er heel veel regen naar beneden. En deze oogst is dan ook compleet verwoest. Vandaag ook nog een paar buien, maar veel minder heftig dan die van gisteren. En morgen dan zal er boven het warme Frankrijk opnieuw veel buiigheid ontwikkelen. En dat trekt dan in de loop van de dag naar het noorden toe en bereikt ook Gelderland uiteindelijk in de middag. Vandaag wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon en dus een enkele bui. Veel van die wolken lossen vanavond op. Vannacht trekken wel weer een paar wolken over de provincie, maar er zijn ook flinke opklaringen. Veel kouder dan 18 graden wordt het niet, hoor. En in huis is het zelfs nog een paar graden warmer. En morgen komt er weer meer warmte bij. Een zuidoostelijke wind, een zwakke tot matige wind die morgen naar een zuidelijke richting draait. 'S Ochtends nog flink wat ruimte voor de zon. Maar er komen geleidelijk aan een paar stapelwolken opzetten. En vanuit het zuiden ja, dan kan er al een enkele bui in de ochtend binnentrekken. Maar de meeste komen 's middags. En dat zijn stevige exemplaren met regen, onweer, hagel, zware windstoten zelfs tot zo'n 100 km per uur. En die trekken dan in de namiddag en avond naar het noordoosten toe. Voor die tijd tropische temperaturen rond de 30 graden. En die wind die is dan matig, windkracht 3 tot 4... maar haalt dus in de buurt van die buien flink uit. Nou, die buien trekken in de nacht weer weg. Dan is het daarna een stuk rustiger. Donderdag een paar wolkenvelden, duidelijk lagere temperaturen. Vrijdag weer een opleving van de temperatuur. In het weekend kan er een enkele bui vallen met 3 of 24 graden... en ook ruimte voor de zon is het dan in ieder geval heel aangenaam zomerweer. Kwekers hebben het er maar druk mee, want volgende week vrijdag moeten er in Nijmegen wel genoeg van deze bloemen zijn. Gladiolen. Dat ziet u morgen. Voor nu nog een fijne avond. Weet je wie er straks in het museum zit?